en meisjes, super leuk dat jullie kijken naar een gloednieuwe vlog. Mijn naam is Alwin Maas. Ik ben eventjes mijn spullen aan het zoeken, want wij gaan namelijk weg. Dit is trouwens Roland, bij Roland. Wij gaan naar Hasselt voor wat boodschappen en voor een leuke video te maken. Ik moet trouwens mijn jasje nog even zoeken, want dat was ik kwijtgeraakt. Ondertussen heb ik mijn jas ook gevonden. Ik heb mijn handen helemaal vol met wat drank en eten. En voor dadelijk onderweg natuurlijk, als je dan honger kijkt, dan hebben we natuurlijk wat te eten. Want voor hetzelfde jaar moet je nog wat kopen en dat kost allemaal weer geld. En daar willen wij geen geld aan geven. Dus, jij moet even wat voor mij doen. Je moet even de sleutels uit mijn broek, uit mijn linker broekzak halen. En dan even de auto openen. Holy shit, jij stinkt uit je bek, man. Zo, ik heb gewoon mijn tanden gepoetst. Nou, dan heb je die goed gepoetst. Ja, in ieder geval, doe de auto maar even open. En dan moet jij even die achterbank naar boven doen. Waarom? Omdat we dat niet gaan zo gaan houden. Helemaal, nee ja. En die tassen moeten er ook even uit. 3, 2. Goedemorgen! Nieuwe ronde, nieuwe kast. Het is ondertussen al middag. Maar goed. Welke kut dat ik wat vergeten was. Maar goed, dan gaan we even terug. Ik heb ondertussen de auto gewoon daar voor de deur gezet. Zo van, Alvin doet alles wat hij wil. Aaron zou eens nog even al zijn spullen pakken. En dat duurt altijd zo ellendig lang bij hem. Ik weet niet wat het is. Wauw, je bent mooi, Bo. Shout out naar jou. Ik moet nog even dat pak nemen, oké? Okay? We hebben al een auto zitten. Ik heb het pak ondertussen ook gevonden. Mooi zoetpak. Hier gaan we leuke dingen mee doen. Oh, ik heb er nu al zin in. Beste jongens en meisjes, we zijn onderweg naar Hasselt. Anders aan het rijden. Laat even weten wat jullie van zijn rijkunsten vinden. Je weet toch hoe we dat doen? Deze guy heeft agressie met zijn mensen. Maar wat kijk jij? Ik word helemaal gek. Laat mij alsjeblieft voorzitten. Stop. Mensen van, kom het. Ga naar voren dan. Ga naar voren. Hier hoor. Ik ken die stoelen, man. Om mijn fiets. Willen wij een microfoon kopen? Is de fucking winkel dicht? Hebben ze gewoon middagpauze? Ja. Fucking Owen, joh. Fuck you. Yo, Owen. Zeg even wat we zijn, man. Zijn hasselt jongens en meisjes voor een prank. We hebben een mossoepak, Aaron is het nu aan het aandoen. Zoals je kan zien, deze guy gaat zijn gewoon kostuumpje aandoen. Deze gekke guy met de blonde haren. Hey, wat zijn we, man? Ik en jij, Aaron. Hey, dit is wel koud, jongen. Ik zeg het toch. In de hood, prank. Nee, eigenlijk niet. In de hood. We gaan dus een mossoeprank doen. Aaron gaat met dit pak random dingen doen. Dankjewel. Oh, ik maak het, geniet ervan. Fijne dag. Je bent net, ja, ja, ja. Je bent net een steek, ouwe. Ik ga echt autistisch. Iedereen volgt je. Als in de Usain Bolt positie. Wat? Toen ik kwam lopen in deze hoek. Ja. Was dat grappig? Actie! Echt waar! En toen kwam onze mosselprank tot een einde. Ik moet zeggen, ik heb nog nooit zoiets leuks gedaan in een stad. En ik moet zeggen, bij het begin was het heel hard wennen. Omdat je eigenlijk helemaal niemand zag. Dus bijvoorbeeld, als je bijvoorbeeld bekende mensen zag, dan was het zo van, met wie praat ik nu eigenlijk? Maar het leuke was, Roland en ik waren dan aan het lopen. Misschien heb je het al gezien aan die mosselprank in zelf. Ik was al aan het aftellen, 3, 2, 1. En toen zei ik, we beginnen met lopen. Maar Aaron was zo dom om niet alles te filmen. Dus wat dacht ik? Ik ga gewoon keihard rennen. Ik ga keihard mensen aan de kant duwen. En ik was bij Winterland. Winterland is zeg maar een plek waar allemaal winterige, ja, weet je, van die kerstdingen zijn. En ik was toen aan het lopen en ik voelde me echt in een achtervolging filmen. Want Roland die liep achter mij en we waren echt iedereen aan de kant en het duwen. Zo van oprotten, wegwezen. En toen kwam een politie, want ik zag dat net door mijn masker. Je ziet dan een heel klein beetje voor je. Maar je moet wel uitkijken waar je loopt natuurlijk, want anders val je finaal op je bek. Ik liep dus vooruit en ik zag toen de politie. En ik dacht, weet je wat ik doe? Ik ga gewoon keihard rennen. En de politie zeg maar een beetje aan de kant duwen. Dus ik kwam daar aangerend, keihard, weet je wel. En ik duw die politie omver. En ik hoorde, toevallig, omdat ik doorliep. Hey, doe eens normaal joh, weet je wat je doet man? En toen kwam Roland er net aan, omdat Roland een paar meter achter mij liep. En toen zeiden ze weer hetzelfde. En de politie is zo dom, ze doen er niks aan. Ik bedoel, normaal gezien mag je eigenlijk niet meer zo'n pak rondlopen. Ik weet niet of dat zo is. Toen riepen ze zo naar ons van, ja jongen, doe normaal. En wij liepen gewoon verder, alsof er niks aan de hand was. En allemaal mensen om die mensen wisten allemaal niet wat er aan de hand was.
Maar het was echt super leuk. Ik vind pranks sowieso doen. En natuurlijk, de eerste keer is het een beetje wennen. Omdat je dat niet gewoon bent om zo anders te doen als andere mensen. Maar na een loop van tijd denken van wauw, ik vond het echt super leuk. En ik heb echt gewoon heel veel plezier aan gehad dat ik dat gedaan heb. Ik merkte trouwens wel dat mensen het super leuk vonden. Ik dacht eerst zo van, we deden die prank dan in het begin. En ik dacht van ja, mensen gaan echt super klote reageren. Zo van, wat doe je hier rot op met dat pak? Maar echt serieus, die mensen reageerden allemaal super leuk. Echt super leuk gewoon. Mensen die gingen gewoon met ons op de foto, wat ik al zei. De support op die Mossoet video was trouwens super geniaal. Ik heb super veel reacties binnengekregen van Alwin, deed je super goed. Ik heb je gezien, maar ik kon eigenlijk niets komen zeggen omdat je zeg maar heel snel weg was. Want bijvoorbeeld als wij bij iemand kwamen die wij persoonlijk kenden, was het zo van ja, we kunnen niet te lang stil blijven staan, want we hebben echt nog een hele video te shooten. En toen kwam mijn leerkracht tegen van ons, van sportschool waar ik gezeten heb, een oude school. En die zei van familie Maas. Want ja, ik dacht zo, hoe herkent hij mij? Omdat wij een pak aan hadden. Maar Aaron, die was aan het filmen. En die leerkracht had Aaron herkend. Hij dacht van, ja, wie zijn die twee andere reuzen? Aangezien wij altijd met z'n drie bij elkaar zijn, dan denkt hij gelijk van, ja, dat is de familie Maas. Dat zijn de gebroeders Maas. En ik gaf hem een knuffel zo van, ja, leuk dat ik je gezien heb. Sorry voor de mensen die in Hasselt waren, die een beetje geschrokken zijn. Want er zijn heel veel mensen geschrokken van ons. Want wij waren dan op een gegeven moment in de straat aan het lopen. En er was er een meisje, die liep achter ons. Nee, voor ons, sorry. En die keek om, omdat de vriendinnen al achter haar gekeken hadden. Zo van, kijk eens even achter je. Want er staat iets heel vies achter je. En dat meisje keek achter je. En ik kon niet, je kan je niet voorstellen wat dat meisje geschrokken was. Maar om tot een einde te komen, wil ik jullie allemaal persoonlijk één voor één bedanken voor het bekijken van deze video. Ik vind het super leuk dat jullie mijn video zo hard blijven waarderen. Dat maakt echt elke dag gewoon mijn dag goed. Als je nou leuk vindt, gewoon even een duimpje omhoog doen. Dat waardeer ik heel hard. Of je abonneert gewoon op mijn kanaal. Dat is volledig gratis. Nog steeds. En dan zie ik jullie weer volgende keer weer bij een nieuwe vlog. En dat is morgen om 16:30. Zet het in je agenda. Zet het in je alarm. Zet het weet ik veel wat. Zeg het tegen je ouders. Zeg het tegen je hond. Zeg het tegen weet ik veel wat. 16:30 nieuwe vlog. Als een maas. Beast mode. Out. Ik stop met praten want ik lul te veel. Peace.